This video is powered by the following sponsors. Goed. Allemaal, dit is Soehanwagen Combat Point. Tegenover mij staat Melanie Geugjes. Melanie, het was een overwinning dit keer, hè? Ja, zeker. Zoals altijd, hè. Dat willen we. Een zakelijke overwinning dit. Want je hebt het op een vrij aftastende manier aangepakt, als ik het goed mag beschrijven. Ja, nou ja, ik wist dat zij ook heel erg afwachtend was. En ze wachten dus eigenlijk meer een countervechter. Ik ben meer eigenlijk een knokker, wat de meesten gewend zijn van mij. Dat is sowieso de Mike's Gym-stijl. Maar zij was afwachtend en een countervechter. Dus als ik zou inkomen, zou ze meteen counteren daarop. Dus ik wist hoe ze zou spelen. Dus daar heb ik een beetje mijn spel en tactiek op aangepast. En het heeft geholpen. Maar waarom was dat, jouw tactiek? Omdat ik weet, als ik dan erin zou gaan, zou ze meteen counteren en terugkomen. Maar ik heb zoiets, ik wacht nu op haar en laat haar komen. En dan counter ik daarop en dan kom ik meteen met het beukpartij wat ik gewend ben en wat ik normaal doe. En zo heb ik eigenlijk een beetje mijn spelletje gespeeld. Ik ben amper geraakt, dus. Blessurevrij uitgekomen? Ja, blessurevrij, ja. En fit naar de volgende uitdaging, dat is je tweede MMA-partij, hè? Ja, klopt. Over 3 weken. Waar? In Bulgarije. Oké. Okay. Ja. En vind jij het MMA en het kickboksen nou lastig te combineren? Nee, eigenlijk niet. Ik doe sowieso kickboksen al vanaf heel jongs af aan bij Mike. Eerste sportschool waar ik ben gekomen, zou ik ook mijn laatste partij voor vechten. En ik heb judoka gedaan, mijn moeder is zwarte band, derde dan. Dus dat heb ik als klein kind ook gedaan. Ik ben bezig met Brazilian Jiu-Jitsu, blauwe band. Dus het grondwerk gaat voornamelijk ook goed. Ik vecht tegen een staand meisje. Dus zij is ook een Muay Thai vechter, dus het zal voornamelijk staand blijven. Maar als we naar de grond moeten, dan gaan we lekker naar de grond. Daar ben jij er klaar voor. Ja. Ik bedoel, de judoka is met name bij de UFC geen onbekende. Is dat een ambitie van jou om die kant op te gaan? UFC is zeker een ambitie van mij. Ik denk dat ik maar een paar goede partijen nodig heb om te winnen en te laten zien dat ik kan knokken. En dat ik hopelijk snel een belletje krijg. Maar ja, ik bedoel, ik weet dat ze dames nodig hebben. Van mijn gewicht, 115 pond, dus 52 kilo. Dus ik hoop dat ik snel echt een paar MMA-partijen achter elkaar kan knokken en kan beuken. En dan een belletje kan krijgen. Indruk maken, hè? Een mooie showtje weggeven. Ja. Dat is het. Ja, zeker. Zoals Conor McGregor eigenlijk een beetje de bitch spelen, maar toch bescheiden, ja. Maar de Europeanen doen het echt goed daar zo. Ja. Vrijwel iedere gewichtsklasse is nu een Europeaan kampioen. Met name de UFC. Bellator is het ook wel wat breder. Je hebt Paul Semtex Daly die daar goed doet. King Mo, het zijn allemaal mensen. Kijk jij ook naar die gasten op of bestudeer je ze hun stijl? Of heb je iemand waarvan je zegt van goh, daar kan ik qua techniek nog veel van overnemen? Nou ja, zoals jullie weten, ik train bij Mike. Ik heb getraind met Paul Daly, ik heb getraind met King Mo. Ook bij American Top Team trouwens, heb ik ook daar getraind. Melvin Mann heb ik ook mee getraind. Dus ik train met bekende vechters en daar leer ik sowieso heel veel van. Ik neem ook heel veel van ze aan. En daaruit word ik steeds een betere vechter, zou ik maar zeggen. Ik hou van knokken. Ik wil gewoon winnen. En als we naar de grond gaan, maakt niet uit hoe ik win. Maar ik denk inderdaad, net als wat je zegt, UFC heeft heel veel Europeanen. Ik denk dat ze toch meer van het strijken fan zijn dan van een beetje rollenbollen. Maar we zullen zien. Ik pik wel veel van ze op, ja. Nou, wij wensen je met al je ambities heel veel succes. Gefeliciteerd in ieder geval met deze overwinning. Dankjewel. Jullie allemaal, als jullie nog niet van Melanie Geugjes gehoord hebben, dit is ze dan. Zorg dat jullie haar gaan volgen, zorg dat jullie haar gaan sporten. Like en deel deze video in ieder geval, abonneer je op ons kanaal. En bedankt voor het kijken. Tot ziens allemaal. Ciao.